Yo guys, Job hier, aka DutchTuber. Voordat deze video begint, heb ik wat heel speciaals. Heel speciaals. Ik heb hier namelijk een super epische notebook van MSI. De naam ervan zullen jullie nu wel in beeld zien. Ik heb deze net nieuw ontvangen, dus ik ga eerst even dit eraf halen. Dit is altijd zo satisfying. Oh yeah, brand new. Kijk hoe mooi die glipt. Dit is dus hoe die eruit ziet. Wat om mee te beginnen heel erg nice is aan deze laptop, is dat het een flinterdunne laptop is, zoals jullie waarschijnlijk wel kunnen zien. Die alsnog alle technologie bevat om elke game super soepel op te kunnen spelen. Ik zal hem even aanzetten. Hier zit het aanknopje. Kijk dan jongens en meisjes, hij gaat aan. Oh shit, ik had nog een spelletje aanstaan. Wat ook heel erg tof is, is het SteelSeries RGB toetsenbord. Zoals jullie kunnen zien, het toetsenbord kun je instellen in alle soorten kleuren die jij wilt. Ik heb hem momenteel in een epische regenboogkleur ingesteld. En zo kun je dus eigenlijk van links naar rechts zien dat het allemaal mooie kleuren zijn. Dit is natuurlijk super handig voor tijdens het gamen, dat je gewoon zelf kunt beslissen welke kleuren je op welke toetsen hebt. It's beautiful. Daarnaast is het ook nog eens de eerste flinterdunne laptop met een Nvidia GTX 1050 videokaart. Dat is dus eigenlijk gewoon perfect voor alle games zoals Call of Duty, Overwatch of natuurlijk de welvertrouwde Minecraft. En daarnaast, om weer af te sluiten, zit er ook nog eens een 7e generatie Intel Core in. Al met al is het dus eigenlijk gewoon de perfecte laptop om bijvoorbeeld mee te doen wat ik doe, YouTube, vele verschillende soorten games spelen, editen, het is allemaal mogelijk. Nice! Laten we doorgaan naar de rest van de video. Leraren, je hebt ze in vele verschillende soorten en maten. Iedereen die op school zit, heeft wel een favoriete leraar en een leraar die totaal niet mag. Bij mij was het op een of andere manier bijna altijd het geval dat de wiskundeleraar of lerares gewoon echt mijn grootste vijand was in mijn schooltijd. Hoe zit dat met jullie? Laat het hier beneden in de comments weten. Wij gaan een kijkje nemen naar de top 10 grappigste leraren op heel deze aardbol. Doe even een blauw duimpje omhoog als jij ook niet altijd zin hebt in school. En let's freaking do this. Op nummer 1 hebben we deze leraren die letterlijk in hun pyjama naar school zijn gekomen, omdat er namelijk een tentamen was die 7 uur 's ochtends werd gehouden. Deze leraren hadden daar schijnbaar niet zo heel erg veel zin in en die hielden dus lekker hun pyjama aan. Oh my god. Op nummer 2 hebben we een leraar die het huiswerk heeft geprojecteerd op een scherm. En wat is het huiswerk? 1. Dat is het leren van kung fu. 2. Dat is het veranderen van je geloof voor een dag. Dus als je christelijk bent, zou je dan bijvoorbeeld moslim worden. En als je moslim bent, zou je dan voor een dag christelijk zijn. 3. Is om 24 uur lang een neppe snor te dragen. 4. Is een einde maken aan wereldverhongering. En de laatste is het eerst gebruiken van conditioner in de douche. En daarna pas de shampoo. Wat een huiswerk. Hier hebben we een aantal leraren die zich totaal niet normaal konden opstellen in het jaarboek. De bovenste 3 die hebben het zo laten lijken alsof ze met z'n tweeën de middelste leraar aan het wurgen zijn met een slang. En die daaronder die doen alsof ze ergens onder water aan het zwemmen zijn of zo. Dit lijken mij wel hele aardige leraren. Hier is een leraar die een super mooie tekening heeft gemaakt van een beer op het schoolbord, waarbij staat dat beren 100% minder blije mensen eten dan verdrietige mensen. En daaronder staat dan: zorg ervoor dat je niet gegeten wordt en wees blij. Wat een poëtische quote, jongens en meisjes. Props voor deze leraar. Deze leraar is sowieso de opperbaas van deze video, want deze leraar die skateboardt namelijk elke dag naar zijn school toe om daar te werken. Oftewel, om daar les te geven. Hij skate naar school toe. Deze guy is niet alleen hipster, maar gewoon insane. Deze leraar die maakt een foto met een leerling die in slaap is gevallen in de klas. Normaal gesproken worden leraren altijd boos op leerlingen die in slaap vallen, maar deze leraar besluit er een foto mee te maken. Dat is toch fantastisch? Oh my god, deze leraar werkt al 40 jaar op dezelfde school en elke keer wanneer er schoolfoto's worden gemaakt, draagt hij hetzelfde uniform. En dat al 40 jaar lang, besef dat. Deze wiskundeleraar die werd heel erg zat dat leerlingen altijd een potlood van hem leenden, maar die nooit teruggaven. En daarom heeft hij er een tekst op laten zetten. Namelijk, ik wil trouwen met Justin Bieber. En spontaan werden alle potloden wel teruggebracht. Dit is zo origineel. Deze geschiedenisleraar heeft zichzelf op een echte geschiedenismanier in het jaarboek gezet. Niet denken dat deze man uit 1920 komt of zo. Deze guy die heeft dus aangevraagd bij de jaarboekmakers om er zwart-wit in te mogen met hele oude uniform, zodat het lijkt alsof hij daadwerkelijk uit de geschiedenis komt. Dit is echt de gekste geschiedenisleraar ooit. En deze lerares is gewoon echt een baas. Zij neemt namelijk altijd zwerfkatten mee naar de les.
les. Katten die zij op straat vindt en die geen baasje hebben, neemt zij dus op deze manier mee naar de les. En ze geeft gewoon les terwijl ze er eentje vast heeft. Like als je daar respect voor hebt. Oh my god, jongens en meisjes. Er is dus een kunstleraar op een school die samen met zijn studenten standbeelden maakt van monsters. En die vervolgens in random gebieden neerzet in Montana. Waardoor andere mensen die er langskomen misschien wel denken dat er een of andere Bigfoot staat. Deze guy is echt een baas. Oh my god, deze leraar die heeft voor het goede doel geld ingezameld. En hoe heeft hij dat gedaan? Iedereen die hem 1 euro betaalt, mag 1 tapestuk tegen hem aanplakken, tegen de muur aan. Kijk hoeveel geld hij al heeft opgehaald. Elk stukje tape is 1 euro en hij geeft dat vervolgens aan het goede doel. Dit is nice en grappig tegelijkertijd. Deze leraar is een beetje een soort van pyromaan leraar, want er is hier namelijk een leraar die altijd met vuur speelt tijdens de les. Hij staat er ook echt als een soort van Harry Potter die vlam zo op te toveren. Wat een baas. Hier hebben we een leraar die altijd les geeft in een Darth Vader pak. Kun je dat voorstellen dat jouw leraar elke dag in de les komt met een freaking Star Wars pak aan? Dat is toch bizar. Dus deze leerlingen die probeerden hun leraar te pranken met een 1 april grap door alle tafels en stoelen zijwaarts te leggen en er ook echt op die manier eigenlijk tegenaan te liggen / zitten. Maar deze leraar was slim, want die begon namelijk ook gewoon zijwaarts dingen op het bord te tekenen. Dus eigenlijk heeft hij gewoon een ultieme comeback gemaakt. En dat gewoon echt direct. Dit, jongens en meisjes, zijn 2 leraren die zichzelf verkleed hebben voor Halloween. Wat de hel. Dat is gewoon het enige wat ik kan zeggen. En dit is een leraar die elke dag naar school gaat in een Lego kostuum. Dit zijn leraren die ze gewoon in Nederland moeten hebben. Ik heb nog nooit eerder een leraar gehad die altijd verkleed naar school kwam. Laat staan in een Lego kostuum. Deze lerares die explodeert bij elke Halloween een pompoen in de les. Explosies, verkleedpartijtjes. Kom op man, dit moet ook in Nederland komen bij de leraren en leraressen. Hier hebben we een leraar die altijd een tovenaarshoedje draagt terwijl die les geeft. En deze geschiedenisleraar die komt altijd naar school in een soort van geschiedenisachtig ridderkostuum. Zo epic om te zien, hè. Dat deze leraren bestaan is gewoon echt heel erg nice. Oh my god. De linkervrouw die jullie kunnen zien, de blonde vrouw, die heeft $150.000 gewonnen met zeg maar een loterij. En ze heeft dat volledig gedoneerd aan haar eigen school waar ze werkt. Dat is sick. Hier hebben we een leraar of lerares die de hele tijd memes uitprint om die vervolgens op de koelkast in de aula, oftewel de kantine van de school, te hangen. Een meme-leraar dus. En deze leraar die heeft de achtergronden veranderd bij de computers die in de klas staan waar les wordt gegeven. En op die achtergrond staat: let op in de les of ga dood. Met vervolgens een man die een bel vasthoudt. Goeie manier om tegen je klasgenoten te zeggen dat ze moeten opletten. Dit is de identiteitskaart van een history, oftewel een geschiedenisleraar op een bepaalde school. En hij heeft zichzelf er echt als een of andere Star Trek karakter opgezet met zo'n soort van plastic geweer. Deze leraar in Rusland is echt een baas. Hij gebruikt geen geodriehoek of lineaal. Hij gebruikt stoelpoten om rechte lijnen mee te kunnen maken. Oh my god. Deze leraar die probeert in de gymzaal een basketbal die vastzit daarboven op zo'n buis weg te halen. En dat wil hij gaan doen met pijlenboog. Dit is sick. Deze leraar is 4 uur eerder opgestaan voor Halloween om dit kostuum voor zichzelf te kunnen maken. Hé, hey, dit is echt heel erg tof gedaan. Wow, deze leraar heeft het voor elkaar gekregen om binnen een regenboog te maken. Dat is insane. En deze leraar, die zet een wesp in de brand. Schijnbaar waren de klasgenoten niet aan het opletten vanwege het gezoem van een wesp en omdat ze daar bang voor waren. En deze leraar heeft vervolgens een deobus gepakt met een aansteker en die heeft de wesp in de brand gezet. Ik heb dit soort dingen nog nooit meegemaakt. Ik vond het super tof om deze video op te nemen. Dikke vette shout-out naar jullie. Ik hoop dat jullie meer van dit soort top 10 lijstjes willen zien, want ik vind ze echt heel erg leuk om te maken. Het was je boy, Dutch Tuber, en dan zie ik jullie morgen om 4 uur graag weer terug op mijn YouTube kanaal bij een nieuwe video. Adios!